Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zijn we allemaal een beetje wakker deze mooie ochtend? Nou, dat klinkt niet hoor. Zijn we allemaal een beetje wakker? Ja. Vooruit. Ik ben wel wakker hoor, want ik was een beetje zenuwachtig vanochtend. Maar als u denkt, wat doet ze toch af en toe raar? Ik zit hier een beetje vast. Dus als jullie denken, goh, wat doet ze nou? Dan weten jullie waar het aan ligt. Nou, welkom deze ochtend op deze mooie zondagochtend bij onze jeugddienst. Het is al even geleden dat ik hier, heb gestaan. Maar ik vind het echt super fijn. En ik voel me vereerd dat ik weer het woord van God mag brengen. Nou, wie mij kent, dan weet dat ik eigenlijk altijd een PowerPoint heb. Maar die heb ik dit keer niet, dus het spijt me. Maar wie mij ook kent en wie vaker bij mijn woord is geweest, weet ook dat ik altijd wel even wil kijken of iedereen echt wakker is. En of iedereen oplet. En corona of niet. Dat gaan we nu ook even doen. Maar ik heb wel coronaproof gemaakt. Jullie hoeven alleen maar je hand op te steken. Want ik ga wat vragen stellen. Dus u mag uw hand opsteken als het volgende voor u geldt. Wie had daar, toen hij of zij jong was, vroeger hele grote dromen? Zo weinig maar. Ik dacht iedereen zou doen. Oké, wie wilde er piloot worden onder de mannen en wie wilde er prinses worden onder de vrouwen? Piloot. Ja. Oké, wie wilde er een groot gezin en wie wilde er helemaal geen gezin? Oh. Sorry mama? Oh, groot. Ik dacht al, hallo. Ik denk dat iedereen wel hier zijn hand op voor gaat steken. Wie wilde er rijk zijn en nooit meer hoeven te werken? Nee? Oh, ik wel hoor. Het zijn wel elke keer dezelfde die hun hand opsteken. Oké, deze ook dan. Wie wilde er geliefd zijn en geaccepteerd worden? Kijk. Wie had er graag wel eens een kijkje in de toekomst willen nemen? En wie had er graag een tijdmachine gehad? Ja. Dat zijn er weinig. Ik dacht dat er wel wat meer mensen dat zouden willen hebben. Maar goed, oké, over tijdmachine gesproken. Daar wil ik even blijven hangen. Wie kent de film Back to the Future? Ja. Nou, dat is mooi. Voor wie het niet kent, Back to the Future gaat over tijdreizen. En het is al heel oud en lang geleden dat ik het heb gezien. Maar ik herinner me dat ik altijd dacht, wow, oh, wat had ik graag een tijdmachine willen hebben. Gewoon om een keer in de toekomst te kijken of in het verleden te kijken. Hoe is dat eigenlijk allemaal gebeurd? Goed. In het eerste deel van Back to the Future gaat het over een jongen, Marty McFly uit mijn hoofd. En hij gaat per ongeluk terug in de tijd, 30 jaar terug in de tijd, naar het jaar dat zijn ouders elkaar ontmoeten. En doordat hij daar is, knoeit hij met de tijdlijn. En die wordt verstoord. Dus zijn ouders worden niet verliefd. Maar dat betekent dat hij dus nooit geboren zal worden. Dus dat is een probleem voor hem. Hij brengt dus zijn eigen leven in gevaar door met de tijd te spelen. En verder zijn er moeilijkheden met terugkeren naar voor hem het heden. En voordat hij weer Back to the Future kan, moet hij eerst de relatie van zijn ouders en dus zijn eigen bestaan redden, want anders dan is er geen Marty, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk ook al wel mooi, want eigenlijk moeten wij ook onze relatie met God altijd blijven
ontwikkelen. Want dat maakt je ook wie je bent. Ik ben niemand zonder God. U? Toch? Nee. Maar goed, ik ben hier niet om over films te praten. En ik ben hier om het woord van God te brengen. Nee. En ik wilde het vandaag dus hebben voor als jullie het niet door hadden over de toekomst. En sommige van jullie denken nu misschien wel van, ja, waar gaat dit nou weer heen? Back to the future films. En anderen denken, nou, aan de toekomst wil ik echt helemaal niet denken, want het, ik leef met de dag en dat is voor mij, ik zie wel wat er gebeurt. En weer anderen denken, ik heb mijn hele toekomst al gepland. Dus ik weet niet wat je wil komen vertellen. En ik was wel altijd iemand die mijn toekomst had gepland, want ik wilde voor mijn 25e wilde ik getrouwd zijn en kinderen. En dat is eigenlijk wel gelukt trouwens. Nee. Maar dat betekent niet dat alles wat ik heb gepland, dat het ook daadwerkelijk zo is gebeurd. Maar oké, ik zou wil jullie meenemen naar het woord, naar Prediker 7 vers 14. Daar staat, geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast het goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Ja, toen ik dit las, dan schrok ik eigenlijk wel een beetje. Want ik moet jullie zeggen, ik moet eerlijk bekennen dat ik de Bijbel niet van kaft tot kaft ken. Ik heb hem ook niet van kaft tot kaft gelezen. Dus ik kan ook niet heel veel dingen uit mijn hoofd zomaar opnoemen. Je weet, sommige mensen of veel mensen die zeggen, oh ja, dat vers, oh, maar dat wordt ook hier en hier en hier en hier genoemd. En nou, dat kan ik helaas niet. Maar dat is wel een streven hoor. Dus dat is mijn doel. Maar als ik dus wel eens dingen lees, dan kan ik daar dus in eerste instantie best wel schrikken, omdat ik maar een klein stukje ervan lees. En als ik me erin ga verdiepen en gelijke teksten opzoek door te googlen of Google wat andere mensen hun visie daarop is, of met mensen praten daarover en vragen wat hun visie erop is en hoe zij dat lezen. Dan keert wel weer de rust terug in mij. Of als ik het hele verhaal eromheen ook lees, dan keert wel de rust terug in mij. En heeft u dat ook wel eens of ben ik de enige dan? Nee. Ja? Oh, gelukkig. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik lees nog even een keer het stukje op. Geniet dus op de goede dagen van het goede. Maar zie op de slechte dagen in dat God naast het goede ook slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien. Nou, als ik aan God denk, dan denk ik alleen maar aan al het goede wat hij heeft gedaan. Wat hij nog steeds doet en wat hij blijft doen. Ook aan al het goede wat hij heeft gemaakt. En ik kan alleen maar denken aan goed als ik aan God denk. Amen. Dus daarom dacht ik, ja, ik vind het toch wel, hij heeft het ook slechter, maar hoe dan? Hoezo? Want als ik aan slecht denk, dan denk ik eigenlijk meteen aan de boze. Alles wat slecht is, dat relateer ik aan de boze. Ik wist dus niet zo goed waarover ik moest spreken, want ik vond het best wel heel erg moeilijk. En het was, wat ik zei, best wel geleden of een tijdje terug dat ik hier heb gestaan. En met al die commotie rondom COVID dacht ik, ja, ik kan alleen maar over COVID-gerelateerde dingen spreken, dus. Maar dat is niet waar, hè? Dus daarom kreeg ik echt een blokkade. En afgelopen donderdag, 17 september, deed ik mijn dagboek open, deze. En dat was vol van Gods liefde, van Karine Ros. Hele fijne. En daar kwam dus dit stukje op. En toen dacht ik,
Oké, dan ga ik het daar wel over doen. Want het pakte me zo erg. Ik wist niet, ik kon me niet loslaten. En, maar ik schrok wel wat ik zei. Alleen hierin staat dan ook, zeg maar, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien hoor. Maar hier staat dan de Bijbeltekst en hier staat dan een stukje wat God tegen ons zegt, eigenlijk. Ik was wel meteen gerust gesteld. Ik zal maar even voorlezen. Niemand kent de toekomst, dus stop ermee alles continu te beheersen. Je weet niet wat morgen brengt, dus leef gewoon vandaag. Het was nooit mijn bedoeling dat er slechte dagen zouden zijn, maar ze zijn het resultaat van de zondeval. En toch laat mijn hand de schepping niet los. Ook het slechte kan ik verweven in het goede plan dat ik voor je heb. Dus laat je niet ontmoedigen. Bedenk dat het leven nooit alleen maar goed of alleen maar slecht is. En wat vandaag ook zal brengen, ik ben bij je. Nou, dat stelt wel gerust, denk ik, toch? Nee. En dat is al vrij duidelijk. Ja. Maar goed, ik kwam er dus wel achter dat ik iets moest aanpassen in mijn leven. En dat was mijn toekomst proberen te beheersen. Want zoals ik net al zei, ben ik iemand die graag toekomstplannen maakt. Vroeger waren ze wat groter dan dat ze nu zijn. Nu is het allemaal een beetje, nu weet ik hoe het echte leven in elkaar zit en is het toch wel moeilijker om dat te plannen. Maar ik moet dat gewoon loslaten. En ik spreek dan vanuit mezelf dat ik meer moet leren dat ik meer moet leren om met de dag te leven. En te genieten van alles wat God heeft gegeven aan mij. Aan ons. Maar God, wat hij hier zei, heeft. Het is nooit, zeg maar, zijn bedoeling geweest. Dat er dus slechte dagen in ons leven zouden zijn. En dat dat is begonnen bij de zondeval. Maar toch vraagt God ons te genieten van alles. Ook al gaat het slecht. Ook al heeft u slechte dagen of een slecht seizoen. Want die bestaan ook. Het zijn niet slechte dagen, het zijn slechte seizoenen. Waar we soms doorheen gaan. Toch vraagt hij ons te genieten. Maar waarom vraagt hij dat nou van ons als het dan zo niet goed gaat, zeg maar. En dat zegt hij hier ook. Hij laat ons niet los. Hij laat zijn kinderen niet los. Hij gebruikt juist de slechte dagen om die te verweven met de goede dagen. En hij maakt er wat moois van als wij maar op hem vertrouwen. Toch? Nee. Dus zorg ervoor dat u onthoudt dat een slechte dag voorbij gaat. Want een dag komt en een dag gaat. Goede dagen komen, goede dagen gaan. Slechte dagen komen, slechte dagen gaan. Amen? Amen. En als een dag wat langer duurt, als een dag, een week of een seizoen duurt, seizoenen gaan ook voorbij. Toch? Als we maar vertrouwen op de Heer. We moeten leren de toekomst los te laten en die volledig in de handen van onze lieve Vader te leggen. Dus het zijn niet alleen de zorgen die je aan Hem moet overdragen. Maar ook je zorg om de toekomst. Dus de toekomst moet je ook aan hem overdragen. Oké, dan wil ik jullie nu meenemen naar Spreuken 16, vers 9. Hier. Spreuken 16, vers 9 zegt: een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Eigenlijk is daarmee alles gezegd, denk ik. Ja. Eigenlijk wordt er gezegd, je kan je best doen. En alsnog je toekomst proberen te beheersen. Maar als dat paardje niet in God zijn plan ligt, heb je niks te willen. Want God bepaalt. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. En zo is het in het dagelijks leven ook gewoon. En vooral, ik kan over het gezinsleven...
als moeder. En om dan een voorbeeld te geven. Jas zegt, mijzelf voor de mensen die dat niet weten. Jas zegt de laatste tijd alleen maar, ik wil. Ik wil snoep. Ik wil tv kijken. Ik wil dit. En dan zeg ik, jij hebt helemaal niks te willen. Mama bepaalt of je wel of niet iets mag. Dus je vraagt, mag ik? Ja, maar ik, nee, mag ik? Mama, mag ik een snoepje? En zo is dat ook in onze relatie met God. Ook al willen we dat soms niet toegeven, het is wel zo. Want ik wil graag die ene baan. En dan denkt God, dat is leuk, maar dat ligt helemaal niet in mijn plan voor jou. Ik heb een andere mooie baan voor jou, waarvan ik denk misschien van, ja, maar dat past helemaal niet bij mij, of dat wil ik helemaal niet, of ik heb het daar, ja, nee. Ik wil die baan. Zo zijn wij gewoon. En, nou ja, ik vraag het nu niet meer, maar ik heb wel eens gevraagd, oh, of gezegd van, hier, oh, ik wil zo graag rijk zijn. Of, inderdaad, ik wil zo graag bij dat bedrijf werken. Of ik wil graag in die straat wonen, die leuke straat in de Cosmond. Daar woont iedereen. Of ik wil vrienden of vriendinnen zijn, of ik wil met diegene zijn. Maar als dat mensen zijn, als dat mensen zijn die God niet in uw leven plaatst of heeft geplaatst, hoe zeg je dat? Ik had het hier heel leuk opgeschreven. Oh ja, maar als die persoon of dat persoon niet, als dat niet de persoon is die God in uw leven wilt hebben, in verband met zijn grote plan voor u, dan zal dat vroeg of laat stuk lopen. Ook al wil ik heel graag vrienden zijn met die of vrienden zijn met die, als die mensen een slechte invloed op mij hebben, gaat dat stuk lopen. En dan kan het een hele lange tijd goed gaan. Maar het ligt niet in Gods plan. Want Hij bepaalt. Want ik kan mijn weg wel uitstippelen, mijn toekomst uitstippelen, maar Hij bepaalt uiteindelijk. En dan staat hier, een mens stippelt zijn weg uit, komma, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Eigenlijk moet er staan, een mens stippelt zijn weg uit, maar, in hoofdletters, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. Goed, die relatie waar ik het net over had, het kan op een hele vervelende manier gaan. En ja, wat heeft u dan? Een slechte dag. Of een slecht seizoen. Maar die slechte dag eindigt. En daar komt een mooie dag voor terug met de juiste mensen die God voor u bedoeld heeft. God bepaalt de richting. En vaak hoor je ook als mensen een woord krijgen om op zendingsreis te gaan, hè? Dat ze zeggen, nou, dat wil ik niet horen, dat is iets voor mij. Nee. Dat ga ik niet doen. Dat is mooi aan een ander besteed. Daar ben ik toch helemaal niet goed in. Dat kan ik toch helemaal niet. En wat leuk is, is dat ze uiteindelijk dan toch wel gaan. Want het blijft in hun groeien. Ze blijven getrokken worden naar zendingsreis. En tja, uiteindelijk gaan ze dat toch. Want weet je waarom? God bepaalt. Hij bepaalt de richting, toch? Amen. En ik wilde graag nog een kindje naar Jas. En die kreeg ik. Kregen wij. Sorry, schat. Alleen met een extraatje. Dus daar ben ik even goed met mijn neus op de feiten gedrukt. Want het leven gaat niet zoals ik dat had bedacht. Ik had bedacht dat ik nog een kindje graag zou willen. Maar ik had daar niet een extra chromosoom bij bedacht, zeg maar. En dat is er wel. En zo had ik mijn toekomst niet gezien. En ik denk dat het ergste van het moment dat het verteld werd dat ze het syndroom van Down had, was denk ik dat mijn toekomst totaal anders zou gaan dan wat ik in mijn hoofd had.
Dat plaatje was totaal veranderd. Weet je, ik had zo'n mooi gezinnetje van bedacht van 4, ik wil eigenlijk meer kinderen, maar van 4, eerst een jongetje, dan een meisje. En dat ging dus zoals ik had gepland. Eerst een jongetje, nu kreeg ik dan een meisje. En toen kwam ons lang verwachte prinsesje daar. En toen was het toch niet zoals ik had bedacht en gewild. Maar ik heb me eraan overgegeven, want ja, dit is wat God heeft bepaald voor mij, voor Roma. Voor ons gezin. En daar moet ik me aan toegeven. En ik moet me overgeven aan God. Van oké, Heer, dit is niet zoals ik het had gepland. Maar u heeft blijkbaar een andere weg voor mij. Yes. Toch? Ik heb mijn vertrouwen in de Heer gelegd. En ik kan met alle zekerheid zeggen. Dat het leven niet gaat zoals u dat graag wilt. Maar ik denk en ik weet. Dat meerdere mensen dit ook kunnen beamen. Amen. 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 Het plan dat ik bedacht had voor mijn leven. Niet zo loopt zoals ik had gedacht, is niet erg. Want weet u waarom? Ik weet dat het plan wat God voor mij en mijn gezin heeft echt miljoenen keren beter is dan wat ik had bedacht. Amen? En zo is dat ook met uw leven. Ik kan niet zien wat er omgaat in een ieder. Dat kan alleen God. Maar hij heeft echt een plan met u. En ook al lijkt het soms dat het niet zo is. En ook al lijkt het soms dat hij u vergeten is. Dat is niet zo. Echt niet. Wij mogen in alles vertrouwen op God. Want hij heeft zoveel meer voor ons in petto. Maar wij zijn de enige, wij zelf zijn de enige die zeg maar het plan van God met ons leven, wij zijn de enige die dat kunnen blokkeren. Door te denken, ik ga dit doen, want dit is wat mij nu goed doet. Dit is wat ik nu wil. Ik wil niet op zendingsreis, want ik wil eerst nog dit en dit en dit en dit gedaan hebben. Wij moeten op God vertrouwen en teruggaan naar Hem. Want Hij is ons verleden. Hij is ons heden. En Hij is onze toekomst. Amen. Dus we gaan back to the future. Yes. En dan wil ik afsluiten met een laatste tekst. Dat is Jesaja 55, vers 8 en 9. En daar staat, mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Ik ga hem nog één keer oplezen. Mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen, jullie plannen. En ik denk dat dat stukje eigenlijk alles zegt wat ik net heb geprobeerd uit te leggen. Ik denk ook niet dat ik deze tekst helemaal hoef uit te leggen, want dat spreekt voor zich. En God weet wat Hij doet. Dus vertrouw op Hem. Want Hij waakt over ons en Hij beschermt ons. Amen. Wij hoeven alleen op Hem te vertrouwen en Hem te danken. Want Hem komt toe alle lof en alle eer en alle glorie. Amen.